Ik ben Erik Stippel, ik ben keeperscoördinator en hoofdkeeperstrainer bij Westfysia. Vandaag hebben wij de eerste keepersdag georganiseerd in samenwerking met Dindewaar, Westfysia en de keeperschool van Edwin Keizer. Ik ben Edwin Keizer, ik ben eigenaar van een keeperschool die op zondagochtend bij BV De Blokkers aan jeugdkeepers vanuit de regio training aanbiedt. Ik ben net afgestudeerd sportkundige, dus mijn ervaring uit mijn opleiding blijft in. Ik ben in contact gekomen met Edwin Keizer en we hebben samen het idee geopperd. En de verwachting was eigenlijk dat we zo'n 10 à 15 keepers zich zouden aanmelden en van daaruit zouden we ervaring op doen, draaiboek in elkaar zetten en een beetje namenskip te krijgen. Maar om een beetje op voor te bouwen en uit te breiden. Nou, vooral omdat ik Erik heb, ken ik wat langer. Ik heb samen met Erik op cursus gezeten en die heeft eigenlijk gelijk met mij een soort schoudersdag bij Ajax gedaan. Toen zei ik ook helemaal niet, wil je een keer iets samen ondernemen, wil je iets samen organiseren? Nou, hij was enthousiast en hij heeft samen met mij een aantal andere enthousiaste vrijwilligers gezocht. En eigenlijk hadden we heel snel een team bij elkaar die enthousiast alles ging regelen. En zo vloeiend, zo klopt, dat ik dacht van nou, dit is echt heel leuk, laat het gelijk hier snel mogelijk doen. Vandaag is de keepersdag georganiseerd op het sportpark Inwoord in samenwerking met Westfysia, Dindewaar en de keeperschool van Edwin Keizer. We gaan een heel mooie dag van maken allemaal. Verschillende oefeningen allemaal uitgegeven. En inmiddels een spellingsspijl, dat is de middel van de lunchrijpel. Dus ik sta in de weg om een prachtig mooie dag van te maken. Ik heb twee regels, van het geld vaak wordt er gelachen, wordt er opgesteld, wordt er geknald. Dat betekent dat je 100% inzet geeft, dat je bij je passie op je wel laat zien. En dat we hier in de kant niet meer net met elkaar kunnen wachten, dat het er weer in kunt spreken. Zullen we naar de telefoon gaan? Ja! 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 Dat is het eerste. Nog een keer pakken voor de lijn, lassen. Die kant.